Safe Radio. Where you can be who you want to be. En dan zeggen we altijd, Danny, ben je live in direct? Ja! Hey, hallo! Dat is hij. Yeah. En je bent in het land, hè, Dan? Vorige week zat je op Jamaica en wat jij me vertelde was dat je op een plek zat. Omschrijf die plek even, waar zat je bij? Ja, dat was ik inderdaad vorige week nog vergeten te vertellen. Ja, die plek was gewoon vet. Ik had een mooi Airbnb'tje gehuurd. En uit mijn straatshow, of hoe noem je zo'n ding, keek ik rechtuit over de Caribische Zee. Maar nog veel beter, als ik naar mijn linkerkant keek, dan keek ik direct tegen het huis aan van mijn grootste held, zover ik die al heb, Peter Tosh. En dat was al zo erg. Als ik even zin had, liep ik naar de buren, kon ik even een klein bezoekje brengen aan zijn graf. En hij was natuurlijk jarig. Dus ik even met hem gevierd. Dus dat was een super ervaring. Ik kan me dat voorstellen, Danny. Die shrine en dan daarna zitten en alles bij elkaar. Plus zijn het vieren van zijn verjaardag daar. Met een waanzinnige line-up van artiesten. Heb je al een plan wanneer je weer terug gaat? Het plan nu? Ja, ik zou voor 4 november nog weer terug gaan. Want dan is Marcia Griffiths een friend. Precies. Maar dat trekt Bruintje nou ook niet. Dus ik denk dat het februari wordt. Heb je nog nieuws meegenomen? Heb je nog nieuws meegenomen uit Jamaica voor ons? Ik heb weer nieuws meegenomen, ja. En wat ik daar hoorde was dat afgelopen maandag was het National Heroes Day. En daar kondigde de Jamaicaanse premier Andrew Holness trots aan dat de overheid een nieuwe nationale onderscheiding, de Orde van Nationaal Icoon, gaat introduceren. Zodra dit juridische proces is afgerond, zal de onderscheiding worden toegekend aan Louise Bennett Overly, die daar beter bekend is als Miss Lou. En aan meneer Robert Nesta Marley, die wij kennen als Bob Marley natuurlijk. Precies. En dit krijgen ze als erkenning voor hun enorme bijdrage aan de Jamaicaanse cultuur. Samen hebben ze het culturele erfgoed van Jamaica wereldwijd bekendgemaakt door muziek en taal. Is dat dan een, mag ik wat vragen? Ja? Is dat dan een andere dan die ene, hoe noemen ze het, de Order of Extinction? Hoe heet dit ook? Je hebt de Order of Merit, de Order of Distinction, de Order of whatever. En de Order of National Hero heb je ook. Oké. En eigenlijk, en beantwoord je precies mijn laatste zin, vind ik dat deze nieuwe orde nergens op slaat. Hij wordt speciaal verzonnen voor Bob en Miss Lou. Maar deze mensen, op mijn mening, zouden gewoon een national hero achter hun naam moeten hebben staan. Want ze hebben zoveel, net zoals Marcus Garvey en zo, voor het land betekend. Ja. Dat vind ik, maar ze verzinnen een nieuwe, blijkbaar. Duidelijk, Danny. Yes. Ja, net hadden jullie het ook nog over samplen. Nou, dan heb ik er nog even voor je. De moderne remix van Here Comes the Hot Stepper door Trinix en Black Hero heeft goud behaald in Frankrijk. Yes, praat even door. Deze nieuwe versie, uitgebracht in april, combineert iconische elementen van het originele nummer uit 1994. Mm-hmm. Die jij dus nu draait met die bekende sample van Land of the Thousand Dancers. Mm-hmm. Met frisse elektronische beats en heeft al meer dan 19 miljoen streams op Spotify verzameld. Net als de vele hits van Protégé, laat ook deze remix weer eens zien hoe tijdloos I Need The Moses hits zijn. Danny, laten we eens korte stukjes achter elkaar draaien. We draaien eerst even die originele. Ja. Lijkt me grap. Dat is... Die kennen we. Een bekende, die zit nu ook onder een commercial. Van een... Precies. Ja. En dan maken we meteen een stap naar de volgende. En dan is die... Dat is ook een stuk sneller, hè? Ja, dat is een beetje on speed. Ja. Hoeveel miljoen hoeveel keer is hij beluisterd? 19 miljoen. Bam. Okay, nou, dat is toch wat mensen leuk vinden als je er een housebeat onder zet, blijkbaar. En wat gaan wij draaien vanavond, Danny? Nou, ik vind dat we ook een hotstepper moeten gaan draaien. Maar dan eentje waar ik iets meer zelf naar graviteer. En dat is de originele versie. Nee, ik moet zeggen dat het een versie van de originele hotstepper. Precies. De Cool Ruler. Yes. Gregory Isaacs. Dat gaan we doen. Dankjewel, Danny. Tot volgende week. Hoi. Hoi.